De vrachtwagens moeten dit snelfietspad kruisen als het aan de gemeente ligt. En dat mag niet, vinden de inwoners van Lent. U weet dat hier in Lent een geboortegolf heerst. En dat er ontzettend veel scholen steeds bijkomen. En steeds meer kinderen. En die moeten allemaal hier over die weg en langs die weg. En dat is veel te gevaarlijk. Omwonenden vinden de weg nu al druk. Dit is de enige weg waar het woon-werkverkeer continu doorheen rijdt. Dus het is eigenlijk haast niet verantwoord om hier de vrachtwagens doorheen te laten lopen. De vrachtwagens moeten dwars door Lent zand gaan aanleveren voor uitbreiding van nieuwbouw. Omwonenden willen een alternatieve route buiten Lent om. We hebben gisteren een aankondiging dat we langskwamen in de brievenbus gedaan over het zandtransport wat hier door de straat gaat komen. De lokale politiek wil dat ook en houdt een handtekeningenactie. Waarschijnlijk gewoon niet over nagedacht. Tenminste, daar gaan we even vanuit. We zitten heel vaak hiervoor en dan zien we toch heel veel bijna ongelukken gebeuren. En nu die vrachtwagens dus. Ja, ik denk dat dat nog veel meer risico met zich meebrengt. De gemeente laat weten dat ze de alternatieven serieus bekijkt en een zo veilig mogelijke route wil. Maandag gaat de gemeente met de bewoners om tafel.